Ik mag dit hele setje weggeven! Hallo, good morning! Het is vandaag donderdag. Vandaag ga ik weer naar school. Ja, en vanaf vandaag hebben we, als het goed is, topverbinding, joh. Hele goede wifi. Want er wordt namelijk een fridgebox geïnstalleerd bij ons. En nou, ik ben heel erg benieuwd, want dan kunnen we echt mega snel op alle wifi-verbindingen en zo. Voor jou gaan we dan ook even testen. Met de telefoon? Of je serie sneller gaat, ja. Yola is chica vampira fan. Mama, nee. Kijk het gewoon. Ik vind het spannend. Ik ben niet fan. Ik heb even wat mailtjes gedaan, reacties bekeken en gereageerd. Superleuk, want gisteren was het filmpje online gekomen van Let's Get Real. En ik vind het heel erg fijn om te lezen dat er zoveel vrouwen een beetje dezelfde onzekerheden hebben. Of in ieder geval ook durven te reageren met hun eigen onzekerheden. Supermooi. Dan over de rest van deze dag. Ja, ik ga even verder met het huis. Want we zijn natuurlijk druk bezig met alles babyproof maken. Nou, dat is het nog lang niet. Echt nog lang niet. Maar het begin is er. De vloer wordt opgemeten hier in huis. Overal. En dan kunnen ze de gehele offerte gaan maken van de vloer. En dan kunnen wij daar akkoord op geven. En als dat dan helemaal goed is, dan kunnen we eindelijk de afspraak gaan maken voor wanneer de vloer wordt geplaatst. En als de vloer overal is geplaatst door het hele huis, dat gaan we dan al in etappes doen. Hè? Dus eerst beneden, dan de eerste etage, dan de zolder. Dan kunnen we dus na de vloer, kunnen we eindelijk gaan schilderen en het babykamertje gaan maken. Oh, ik heb er zo'n zin in. Dus voor mij is deze dag echt een stap naar een babyproof huis. En ik heb ook alweer trek. En het is pas 10:15. En ik heb al ontbeten met een hele bak haarformaat. Oh. Nou ja, boeien. Ik ga gewoon eten. Weer. Attentie, attentie. Het eten is klaar. Ja, even te snel. Die is echt handig. Weet je hoe vaak ik naar boven moet zitten? Alright, hij is geïnstalleerd. Dus we gaan nu alles even testen of het goed werkt en hoe het werkt. Ze hebben tijdens het installeren ook de app laten zien. Die zal ik hier eventjes laten zien. Het vette hiervan is dus, het is niet alleen een telefoon. Wow, we hebben weer een huistelefoon, dat is lang geleden. Maar het is ook, je kunt hem dus instellen als veiligheidsapparaat. Dus dan gaat het geluid detecteren in de kamer waar je hem als tweede telefoon hebt neergezet. Dus deze die komt in de babykamer. En wanneer er in de babykamer dan geluid wordt gedetecteerd, en dan kun je zelf kiezen laag, medium of hoog, dan gaat hij bellen naar de andere telefoon. Of naar een telefoonnummer wat je zelf gekozen hebt. En dat is super handig, want als je dan opneemt, dan hoor je dus ook het geluid wat op dat moment daar wordt gedetecteerd. Oké, even testen hoor. Ik ben aan het huilen. Bel mijn ouders. Oh no! Baby belt. Hoi, spreek met mijn baby. Die doet het. Waar wij ook heel veel problemen mee hebben gehad is de wifi van de deur. We hebben namelijk een deurbel met wifi erin. En daardoor doe ik heel vaak niet open. Want ik krijg heel vaak de melding niet op mijn telefoon. Omdat het wifi signaal dan niet sterk genoeg is. Nou, let's see. Aanbel. Nu. Hey! I've got a story I'm waiting to tell you, and you're gonna like it, 'cause it's all about you, and it's all about me, and how we get back to the place we belong together. Oké, wat ik nu heb gedaan is
een vlog edit. En die is af. En alles staat nog op de oude wifi. Dus ik ga eerst de vlog uploaden op ons oude wifi systeem, noem je dat zo? Systeem? Ja, oude wifi systeem. Huh? Oh, wifi? Ik zeg altijd wifi. Ja, ik zeg ook altijd wifi, maar er was die installateur die zei wifi en eigenlijk hoort het ook wifi te zijn. Weer wat geleerd. Wifi, wifi. Oké, ik ga nu de vlog uploaden en dan met de huidige wifi en dan daarna ga ik overschakelen naar de Fritzbox en dan ga ik kijken hoe lang het dan duurt. Stop, 14 minuten. Dus ik ben heel benieuwd hoe snel die het straks gaat doen. Ik ga even mijn batterij vervangen en wat eten pakken. Oké, nu eerst wifi veranderen. Op. Ja. Jawel. 8 minuten 48. Dus hij is echt veel sneller. En daar ben ik echt blij mee. Dat gaat ons echt heel erg helpen. Zo fijn. Eindelijk wordt de boel opgemeten. Voor de nieuwe vloer. Dan lijkt het mooi. Ja, voor. Precies. Ja. Jullie hebben bloedvingers gemaakt. Oh, lekker. Dus die doos moest ook weer. Kijk, en die ook? 3, 2, 1. Oh, en hier staat dan een herfstdoos wordt het, met herfstdingetjes. Ja. Oh, dan moeten we bladeren pakken en zo. Ja, op de grond. Dat is tot de bus halten. Oké. Ik haal je op. Ik ga even tv kijken en ik ga even checken of het nu sneller is. Wacht even hoor. Old squad. Wow. Weet je wat ik dus echt geniaal vind? Ik ben nu aan het koken en normaal wanneer ik klaar ben met koken, ik word altijd best wel alleen gelaten, zeg maar, tijdens het koken. Jola is vaak boven, Bart is vaak boven nog aan het werk en dan sta ik hier en dan op een gegeven moment is het eten klaar. En dan moet ik zeggen, jongens, eten! En dan moet ik roepen onder een trap en dan heel soms krijg ik antwoord, maar soms krijg ik geen antwoord. En dan denk ik, ja, hebben ze het al gehoord? Of zitten ze me nou te negeren? Of heeft Bart soms nog een belangrijk telefoontje en kan die niet opnemen? Het kan natuurlijk van alles zijn. Maar nu kan ik dus, dat ga ik straks doen als het eten klaar is, kan ik dus met de telefoon naar de andere telefoon, de babytelefoon boven, kan ik bellen. En dan kan ik, hoef niet eens te bellen, dan kan ik gewoon daar een alert laten afgaan. En dan kan ik iets inspreken. Gaan we straks doen. Heel grappig. Oké. De eten is klaar. Ah. Eten is klaar. Ik kom eraan. Leuk zeg. Ja. Hij hangt. Op de Bart manier. Ik ga dit nog even mooi wegwerken. Want de aansluitingen die zaten niet op dezelfde plek. Maar hij hangt. En hij knippert. Zo, ik ben weer helemaal zen. Ja, ik had van de week natuurlijk een beetje last van mijn liezen. Dus ik vond een beetje... Ja, ik dacht misschien even geen yoga. Maar nu de afgelopen paar dagen had ik er geen last meer van gehad. Dus ik dacht, ik ga het weer even een kans geven. En de nieuwe release die er nu is, die is echt veel minder pittig dan de release van de vorige maanden. Dus ja, deze kan ik echt nog wel een tijdje volhouden, denk ik. En het ging nu lekker. Ik had geen last van mijn liezen of mijn bekken of ergens druk. Dus voelde goed. En ja, zolang het goed voelt, het sporten, blijf ik ook yoga doen. En dan nog iets anders. Superleuks. Jullie hebben het misschien allemaal wel gezien dat ik deze heb geïnstalleerd vandaag. En dat in combinatie met de Fritzbox en de repeater. En dat je deze dus ook kunt gebruiken als babyfoon. Super handig allemaal. Deze video was trouwens in samenwerking met Fritzbox. En dan zal je misschien denken, Disna, lekker boeiend allemaal. Maar ja, ik mag dit hele setje
weggeven! Ja! En dat is dus de telefoon, die je dus tevens ook als babyfoon kan gebruiken. De repeater en de fritsbox. Dus heb jij nou ook behoefte aan snelle, betrouwbare wifi? Dan moet je even een duimpje geven en een reactie waarom jij betere wifi verdient. Maar is het nou wifi of wifi? Want nou, het maakt mij niet uit of jullie nou wifi of wifi nodig hebben. Het komt op hetzelfde neer. Ik weet wat jullie bedoelen en jullie weten wat ik bedoel. Dus nou ja, gewoon super cool meedoen. En ik hoor het allemaal wel. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog van deze dag. En tot morgen in een nieuwe vlog. Doei doei. Oh ja, en ook nog even abonneren. Dat hoort natuurlijk ook bij de winactie. Je moet ook geabonneerd zijn. Doei.